Kijk eens aan, de eerste machine van het jaar is achter de trekker gezet. De weidebeluchter, om het zo maar te noemen. De belucht eraan, we hebben gezien hoe nat het was. Dus het is even proberen hoe het gaat. Zeker de natte plekken vermijden, want daar rij je veel meer kapot dan dat je er wat ermee doet. Nou, waarom gebeurt het weidebeluchten eigenlijk? Dat zijn van die tanden, die gaan door de graszoden heen. En door je grasjes trekken ze eruit. En dat geeft eigenlijk ruimte om nieuwe grasjes te laten groeien. Dus door je grasje trek je eruit. Eigenlijk wordt het goede gras wordt een beetje gekieteld. En die denkt van, hé, je kan aan de gang. Bij een temperatuur van ongeveer 10 graden, volgens mij gemiddeld gedurende de dag 10 graden, begint gras te groeien. En daarmee kietel je eigenlijk de goede grassen, dus die gaan groeien. De oude grassen verdwijnen, waardoor er ruimte komt voor de goede grassen. En dit is eigenlijk een soort voorbewerking om een mooie graszoden te krijgen. En dat gras wordt natuurlijk weer opgegeten door de koeien. Dus daarvoor is uiteindelijk dat bedoeld. Ik ga even met de drone proberen te vliegen. Het waait wel heel hard, maar we gaan kijken of het lukt. Zo, we zitten op de trekker. We zijn op een stukje natuurland wat wordt gehuurd door de firma. Ik zie daar een dikke plas, dus daar ga ik even niet in rijden. Hier hebben we pinken gelopen in het najaar. En die stekjes en draden die, zijn we nu aan het weghalen. Dit zit een soort natuurprogramma op. Nou, volgens mij moet je twee keer maaien op bepaalde data's, zodat je biodiversiteit creëert. Dat heeft te maken met planten en zaden en diersoorten. Vervolgens mag je er pinken op doen, of vee in ieder geval, wij doen er altijd pinken op. Dus dit wordt van zomer weer gemaaid en dan staan die stekjes en die draden akelig in de weg. Dus we zijn dat even aan het weghalen. We liggen ooit aan de microfoon dat het waait. Pak de paaltjes eruit. Hey, een stukje. Wat is dit? Een wensballon, denk ik. Dat zou het zijn. Een soort afval. Geen idee eigenlijk. Lijkt op een oude ballon. Hard aan het werk, Omid. Ja. Hallo. Nou, we zijn er bijna. Daar is het begin weer. Nou, kijk eens aan. Een bakje vol, paaltjes, stekkies en draad. Alle draad weg. Dan gaan we weer naar huis. We gaan zo terug naar de boerderij. Dan gaan we nog even een rondje koeien halen bij de robot. Het is het einde van de middag. We mogen één bakje voer maken. Dat heb je waarschijnlijk al een keer eerder gezien in de video's van Dutch Farmer John. Zou je willen vragen om te abonneren hier beneden? Doe een duimpje omhoog als je de video leuk hebt gevonden. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao!